Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar mijn 29ste ateliervlog alweer. 29, oh, dat gaat snel. En deze week, ik heb er super veel zin in, want ik ga deze week echt mijn sieraden maken. Dus ik ga er echt een aantal maken, want mijn skins zijn bijna droog. Dus ik ben echt benieuwd of dat gaat lukken. Dus ik laat jou dat allemaal zien in deze vlog. Ik ga een nieuw schilderij maken. Nou, heel veel leuke dingen allemaal deze week. Ik ben benieuwd. Ik weet nog niet wat er allemaal gaat gebeuren. Kijk gewoon zelf mee en dan zie je as. Nou, en ik ben al heel erg aan het knutselen voor Max zijn project voor school. Die moet een soort laptop maken. Hij is helemaal niks van te zien, want ik heel goed. Het is echt een ontzettende bende hier op tafel. Nou, ik was in ieder geval dit even aan het maken. Dit is een printplaats, zoals je kunt zien. En dat moet hierin komen. Ik zal straks wel wat meer laten zien als het wat beter ligt. Want nu kun je echt helemaal niks zien. Nou, ik ben even naar mijn atelier gelopen. Even laten zien wat er zoal nu aan het drogen is. Mijn skin is aan het drogen die ik wil gaan gebruiken voor mijn... sieraden, die ligt hier. Die is bijna, nou die is nog eigenlijk lang niet droog. Deze skin vind ik niet zo heel fantastisch, maar er zitten misschien wel leuke stukjes in. Is ook wel ver aan het drogen al. En natuurlijk het grote schilderij wat ik van vorige week heb gemaakt. Ja, die ligt hier nog te drogen. En ik denk als die klaar is dat ik er dan overheen ga, want ik vind hem niet zo heel geweldig. Maar misschien droogt hij wel echt heel op dat ik denk van, wow, hij is echt cool van een afstandje. Wat ik wil. Misschien dat, dat ik mijn ideeën nog ga veranderen. Maar voor de rest ligt er eigenlijk weinig meer. Kijk eens wat een troep het is in mijn atelier. Ik denk dat ik daar morgen ook nog even aandacht aan ga besteden. Oh, daar staan nog allemaal doeken. Nog dozen met doeken. Maar ja, meestal is het ook wel snel opgeruimd. Maar ik ben gewoon lekker bezig, laat ik het zo zeggen. Ik wil sowieso van de week een schilderij maken met die kleuren van dat schilderij. Ja, van die skin. Maar daar heb ik niet alle kleuren van. Dan moet ik dus nog die Cobalt Blue nog mixen. Misschien dat ik dat vanavond nog wel. Maar morgen ben ik heel dag vrij. En dan wil ik eigenlijk iets maken. Dus dat is sowieso het plan voor morgen. Nu ga ik boodschappen doen. Het is al 4:15. Want ik moest net bij Max naar de kinderarts. Daar zijn we net van terug. Dus nou moet ik nu dus nog boodschappen doen. En ik heb heel de was al bijgewerkt. Dus ik ben echt heel goed bezig vandaag. Want morgen ben ik vrij. Dus morgen ga ik lekker schilderen. Dus dan neem ik jullie in mee. Nu ga ik boodschappen doen. En ik zie jullie denk ik vandaag niet meer. Ik zie jullie gewoon morgen. Want er is weinig te vertellen vandaag. Goedemorgen, dinsdagochtend en iedereen is het huis uit, dus ik heb heel het huis voor mezelf. Ja. Ik heb even mijn andere bril opgezet, want die andere die zakt heel het af, dat is super irritant. Dus ik ga er even mee terug, dus deze heb ik even nauw opgezet. Dus als ik anders uitzie dan anders, dan komt het op mijn bril. Vandaag is het plan. Ik ga een schilderij maken, sowieso. Want ik moet een nieuwe video opnemen. Daar heb ik nog niet alle verf van gemixt, dus ik ga nu eerst, nu 9:30, verf mixen voor het schilderij. Dan kom ik weer naar binnen en ga ik mijn video's bewerken die eigenlijk donderdag online moeten komen. Dus de Engelse en de Nederlandse. En daarna ga ik schilderen. Dus dat is eigenlijk een beetje het plan. De korte samenvatting voor vandaag als het allemaal uitkomt. En om 2:30 moet ik weer op schoolplein staan. Ik moet mijn lief ophalen. En waarschijnlijk, ik moet er wel rekening mee houden dat er een vriendinnetje meekomt. Want er komt eigenlijk op dinsdag al vaak een vriendinnetje mee. Dus dan moet ik het een beetje opgeruimd hebben en mijn nagels afgepoetst hebben. En weer hem gewoon netjes opgemaakt zijn. Gewoon in ieder geval even weer gewoon school. Dat het, ja. Dus ik heb tot ongeveer tot 2 uur de tijd om te schilderen. En daarna dan is het... afgelopen voor vandaag, dus ik ga gauw beginnen. Ik ga nu verf mixen, want ik had dus geen Cobalt Blue meer. Dus die ga ik even mixen en ik denk nog een beetje wit bijmaken. En dan ga ik wel eens even kijken wat canvas ik ga gebruiken voor straks. En dan ga ik altijd een beetje opruimen, al een beetje klaarmaken. En dan ga ik bewerken en dan ben ik weer terug. Dus ik ga het weer op en neer dag. Eerst even een bakje koffie en mijn haar misschien doen. Ik heb een heel klein dingetje. Ik ben vandaag ontzettend blij wakker geworden. Want ik had ineens superveel nieuwe subscribers. Zo, subscribers op mijn YouTube kanaal. Ik weet niet eens waarom. Maar ineens vond ik er echt superveel. Op mijn Engelse YouTube kanaal. Ineens vond ik er volgens mij 40 bij of zo. In één nachtje slapen. Dus ik ben super blij. Maar wakker denk ik, wat? Dus echt leuk. En mijn video wordt echt goed bekeken. Die nieuwe video. Dus ik heb nou ook gewoon echt zin om gewoon nieuwe werken te maken. Want als het leuk bekeken wordt. Dan, ja, dan doe ik het in ieder geval ook voor jullie allemaal. Niet alleen voor mezelf. Dus dat vind ik leuk. Dus ik heb vandaag daarom dubbel veel zin om te gaan beginnen. Ik ben in mijn atelier en ik ben wat aan het hobbyen en aan het rommelen hier, want ik heb hier heel veel schilderijen staan. Deze heb ik een beetje uitgezocht, die wil ik allemaal nog gaan vernissen, want ik mag eventueel wat schilderijen ergens hangen en dan moet ik wel even wat schilderijen hebben die ik redelijk oké vind. In ieder geval deze laatste zijn wel mooi en die, ja, deze week opnieuw zit een vliegje ingezeten, dus was ik nog heel een beetje aan het denken wat ik ermee ga doen, of ik daar misschien een bladgoud overheen ga maken. En de rest, kijk, dit is allemaal gewoon, ja, dit is gewoon, ik kan hem gewoon gaan vernissen en dan kan daar gewoon hangen en wie weet ik ook, het is voor een paar euro. Altijd leuk. Dan heb ik in ieder geval weer wel ruimte. En ik heb hier wat andere schilderijen weggezet. Zoals je misschien vorige week stond er wat anders. Ja, nu staat dat er. Ik denk, ja, dat vind ik wel leuk. Die ene en die nieuwe. Beetje wat nieuwere. En ik heb hier mijn kast. Hier. Dus was ik een beetje aan het opruimen hier. Deze plank heb ik al. Ik wil hier echt dingen wegleggen waar ik mee bezig ben. Of die ik nog kan. Ja, die waar ik mee bezig ben. Dus bijvoorbeeld die was ik nog mee bezig. En die. Ja, weet ik niet goed wat ik ermee moet doen.
Dus ik was even aan het kijken wat er allemaal vernist moest worden. Wat er naar boven kan. Want ik heb ook boven nog een plek om dingen weg te leggen die klaar zijn. Waar ik niet weet wat ik ermee moet doen. Dus dat. Dus dan was ik even met je hobbyën. En daarna ga ik kleurtjes mixen. Maar ik was even een beetje. Het is hier gewoon een beetje vol. Dus ik moet even een beetje ruimte maken. Anders kan ik niet nadenken. Alles is weer een beetje opgeruimd. Ik heb weer wat plek in mijn atelier. En ik had gewoon even zin om mijn nieuwe stempel te gaan testen op een schilderij. Of in ieder geval kijken of dat erop blijft zitten. Dus een zegel ga ik maken als zijnde gesigneerd. Zeg maar dat het klaar is. Dan wil ik de zegel erop doen. En dan vind ik gewoon grappig. Dus ik had hier al even wat speeltjes gepakt. Ik ging even kijken. Ik denk dat ik deze kleur er wel het mooiste bij vind passen. Dus ik ga een stempel maken. Hier. Ga ik nou doen. Laat je wel even zien. Nou, ik heb hier met een aansteker. Ik heb geen aansteker. Ja, ja, dat lukt. Even kijken. Nou, dan ga ik eerst even mijn kleurtjes smelten. Ik had vorige keer had ik er 3 in gedaan. Leuk dat je alles ziet behalve wat ik aan het doen ben. Zo. Ik had vorige keer 3 in gedaan. 1, 2, 3. Nou, die ga ik even smelten. Spoel ik even doordrekken hoor. Dus als ik trek het volgende shot, is het ineens gesmolten. Nou, hij is gesmolten. En ik ga hem hier maken. Dus ik doe hier gewoon even mijn spoeltje. Een beetje scheef. Tadaa! Ik zal volgende keer eens een streepje maken waar precies het midden is. Wat hier dat ik precies aan de bovenkant. Of kun je dat ook zien? Ja, dat kun je volgens mij niet zien. Dat is wel een beetje dom gedaan. Dat je precies weet wat het onder is. Dat is een heel beetje scheef. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon gelukt. Hij is echt cool. Kijk, ik vind het echt zo gaaf. Zie je dat? Met een echt zegel. Vind ik echt leuk. Misschien over een poosje. Wat eigenlijk heel leuk vind is gewoon mijn eigen zegel. Mijn eigen logo. Maar ik heb nog geen logo. Dus ik was nog steeds een logo aan het maken. En ik denk eventjes om te testen. Om uit te proberen. Gewoon zo'n setje. En een M is altijd leuk voor iedereen. Dus dan maakt het helemaal niet uit. Dus ik ga een keer een eigen stempel ontwerpen. Maar dan moet ik echt een goed logo maken. Nou, het is gewoon gelukt. Dus ik ben blij. En ik laat het even heel goed opdrogen. En dan ga ik straks kijken of ik hem nog af kan krijgen. Dat hij niet er zomaar afvalt. En daarna ga ik hem nog vernissen, dan zit in ieder geval een schilderij wat helemaal klaar is. Nu ga ik echt mijn verf mengen, want dan was ik al echt al heel lang onderweg. Zo 11:15 al. Deze had ik nog over, is niet zo heel veel meer, denk ik. Ik denk dat ik echt nog heel veel van alles in de voorkant kan de voorkant vinden. Hier heb ik nog een beetje van die cloud mix, maar het is echt niet genoeg. Dus ga ik nog bijmaken. Maar ik heb die witte verf dus niet meer, die ik dus hier altijd voor gebruik. Ik heb nog wel andere witte verf, maar dan ga ik eerst even een klein beetje maken. En dan ga ik even kijken of die ook wel cels geeft. Ik heb dus alleen, even kijken, een beetje al vol kan ik niet zeggen, want ik heb het net opgeruimd. Ik heb alleen deze, van Liquitex, nog een hele volle. Misschien dat die ook wel mooie cellen heeft. Dus die ga ik heel even gewoon testen. En deze heb ik ook nog wel. Nou, dan ga deze in ieder geval even testen. Hier heb ik lekker veel van. Dus dan ga ik eerst een klein beetje maken. Ik was even heel duur. Ga ik eerst een klein beetje maken. En daarna ga ik deze emmer eigenlijk helemaal vol maken. Want ik wil er eigenlijk een grote schilderij maken. Misschien wel. Het is wel heel groot. Ik wilde eigenlijk die 2 met die rondjes eigenlijk doen met dit spul. Maar dan heb ik echt volgens mij gewoon 2 van die bakken nodig. Maar goed, ik ga eerst maar eens even een gewoon normaal schilderij. Want dan zitten van die rondjes al op. Dus dan moet ik omheen swipen. En dat is een beetje lastig. Ook met het tilt is dat heel lastig. Dus ik denk dat ik gewoon, of ik maak gewoon zo'nzelfde maat. En die heb ik nog staan. 30 bij 40. Dat is best wel een grote maat. En dan daar heb ik al een hele emmer voor nodig. Is 1,5. Maar goed, ik ga eens even, in ieder geval, eens even een klein beetje maken om even te testen. Nou, ik bedacht me net dat ik deze nog helemaal niet in elkaar had gezet. Ik had wel die rondjes al gemaakt. Ik had ze nog niet in elkaar geplakt. Dus ik heb ze even met mijn straslijm heb ik die rondjes erop geplakt. En nu heb ik 2 hele leuke oorbelletjes. Super cute. Nou, deze gaan we in mijn bak. Kijk, hier heb ik helemaal een bak met al die sieraden dingetjes. Maar helemaal moet er een andere keer. Kijk, dit zijn zeg maar die rondjes. En dit zijn dan de sieraden. Die moeten er in elkaar. En dan heb je een skin tussen die ik aan het maken was. Dus dit moet eigenlijk even naar de andere kant. Dus in de andere kant. Daar moeten die oorbelletjes even in. Kijk, in zo'n zakje. Kijk, hier had ik deze oorbel ook al. Deze ketting.
Dan doe ik deze gewoon even hierbij. Zo. Kijk. Ja, in ieder geval. Hartstikke leuk. Kijk. Nou, ik ga dit weer eventjes opbergen. Want ik vond ineens gelijk op de grond die oorbelletjes. Die skins, zeg maar, met dat rondje erop geplakt. Dus ik denk, ja, die moet ik eigenlijk nog even zien maken. Deze kan weer terug in mijn kast. Nou, voor die eerste cloud mix maak ik gewoon even een klein beetje. Ik heb hier een klein schepje. Ik heb hier ook niet zo heel veel meer in zitten. Maar ik heb nog wel meer potjes staan. Maar dan maak ik deze in ieder geval even op. Doe ik even hierin. En dan ga ik dus deze verf, wat ik het al gezegd, deze verf ga ik gebruiken. Ik ga één deel verf, één deel zetten enamels. En dan twee delen vlootrol gebruiken. En daar doe ik dan nog ongeveer twee delen water bij. En dan heb ik een cloud mix. Ga ik nu even maken. Laat ik allemaal niet zien. Maar dat geloven jullie toch wel. Ik is klaar, laat ik het wel even zien. Kijk, zo is die geworden. Ongeveer deze dikte is eigenlijk wel goed. Dus hier heb ik dus gewoon twee water bij gedaan. Ik zal eigenlijk misschien dachten drie, maar ik heb twee gedaan. Eigenlijk precies goed. Voor wat ik wil doen, hè. Want je kunt ook op andere technieken, dan heb je echt hele dunne cloud mix. Maar dit is gewoon voor wat ik wil doen. Prima. Ik ga deze even testen. Ik doe dat even hierop, want ik heb geen zin om daar nog een doek voor te gebruiken. Dus ik ga hier gewoon eventjes een beetje cloud mix doen. Die ik net gemaakt heb. En dan doe ik een beetje deze bij. Die is ook dicht. Kijken of ik die nog op kan. Eén hand. Nee, dat durf ik niet. Wacht even. Kijk, nou is het wel gelukt. Nou, dan pak ik ook een beetje van dit blauw. En dan doe ik... Even kijken, het blauw moet over de kleur heen. Dus dat doe ik even hier. En dan pak ik even een paletmesje. Welke zal ik eens pakken deze keer? Dit is echt mijn favoriete deze. Het is echt mijn favoriete. Ik weet niet waarom. Deze hadden ze bij de Action. Dat zat in een pakketje van 5. En er zat deze ook bij. Anders zijn ook al fijn hoor. Er zat ook nog wel een cd's erin of zo. Oeh, dat is in deze. Er is maar één nog. Zo'n bredere. Maar ook zo'n vierkant. Of in ieder geval zo'n langwerpige. Ja, wat is het? Lang vierkantig. Een lang... is dat langwerpig? Ja, nou prima. In ieder geval deze vorm. Nou, er zit heel veel belletjes in. Wacht even. Kijk of het niet papier in de fik. Even kijken. Kijk of hier ook cellen vanuit komen. Ik moet er wel dun smeren, anders dan zie je er echt helemaal niks van. Ja, stuk op papier is ook anders op mijn doek, hè. Gewoon zie ik hem zelf helemaal te smeren. Nou, weet je wat ik even voor de test... Doe ik deze ook even, want deze weet ik dat die werkt. Doe ik die even ernaast. Dat is al zelden mee gebeurd. Er ligt misschien wel aan papier of whatever. Een beetje van die. Ik heb even geen doekjes hier liggen. Nou, deze ook even doen. Nou, misschien heb ik er al bij dat het niet werkt. Komt wel een beetje. Spannend. Ik laat zo even zien hoor. Ik ga even wachten hierop. Tussendoor nog even te denken. Ik ga hier nog een heel klein beetje extra. Ik ga deze ook even opmaken. Doe ik even hierin. En dan zit er dus wat meer cloud mix. Ja, er zit echt niet echt niks meer in trouwens. misschien dat ik gewoon wat meer cloud mix moet hebben dan. Want ik heb 50-50 gedaan natuurlijk. Verf en cloud mix. Of in ieder geval dit. Misschien dat dat toch te weinig is. Hij begint wel een klein beetje warm. Ja, hier komt gewoon helemaal niks. Hoe dan? Misschien zit er toch te weinig zetten en enamels in. Nou, ik heb dus even opgemaakt. Ongeveer denk ik dat het zo'n half schepje was. Er zitten anderhalf schepje zetten en enamels. En daarbij één schepje verf, twee vlootrol, twee water. Maar ja, ik moet er wel zeven, want ik had het laatste beetje op de zijkant van de pot geschraapt. Dus maar goed, om te testen even prima. Ik ga deze testen. Maar ik denk toch dat die toch te dik is of zo. Nou, ik test heel eventjes nu. Nou, ik kan het wel doen. Neem ik jullie wel mee. Hier. Dus dit is dezelfde als de eerste. Hetzelfde als die. Alleen zit daar wat meer zetten en hemels in. Kijken of dat een verschil maakt. Ik moest eerst geen doekje. Die liggen wel. Nou, even kijken. Een beetje, een beetje dunner maken eigenlijk. Anders als het dik is, dan gaat het ook niet. Nou, hier zit er dus meer zetten en helemaal zin als daar. Maar hier komen echt maar twee dingetjes. Hoe dan? Hier helemaal niks. Snap ik toch niet? Ik zit te testen, ik wel goed.
Dat is ook een andere verf. Ik had hier wel, ja, ik heb eigenlijk... Ik heb eigenlijk een beetje andere verf gebruikt. Want ik had niet zo heel veel van die... Ik had Lucas geprobeerd van de week en dan werkte het top. Maar daar had ik niet genoeg verf meer van. Dus dan heb ik dus één pot met Lucas gemaakt en één pot met die schminken. Maar misschien dat die niet goed werkt of zo. Dus dan zal dan werk ik dat die pot niet. Het is wat. Komen we er wel uit. Maar misschien hoef ik niet al te veel van die dingen. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed. Ik heb er nog één schepje water bij gedaan. En nu ga ik het nog een keer testen. Het is gewoon die ik net gemaakt had met die Liquitex wit. Ik weet niet of het een goede testopstelling is. Of ik al aan het sjouwen ben. Maar het gaat er nog in ieder geval celletjes komen. Dit had ik nog heel klein beetje met de banner gedaan. Dan komen er nog iets meer celletjes uit. Maar hier komen in ieder geval wel wat. Is in ieder geval wel wat te zien. Maar echt niet wat ik eigenlijk voor ogen had hoor. Nou, er is in ieder geval wel wat reactie. Dus ik heb net even bedacht, ik ga even een nieuwe cloud mix maken. Maar dan wel met die, gewoon hetzelfde als ik deze heb gemaakt. Diezelfde. Maar misschien iets minder, ik weet nog niet. Maar ik heb gewoon die andere verf niet meer. Dat is een beetje jammer. Dus kan ook geen andere verf bestellen nu. Dus daarom. Ik weet het niet. Nou, ik heb een nieuw potje gepakt. Ik ga gewoon deze emmer even helemaal vullen met cloud mix. Ik maak deze schepjes doe ik dan en dan is die iets sneller vol. En als die vol is, doe ik hem daar weer in. En als ik hem maak een nieuwe, doe ik hem daar weer in. Want hier kan ik niet goed in roeren. Dus daarom roer ik het hierin en dan bewaar ik het trek daarin. Dit ga ik even doen. Zet even een muziekje op, want het is echt een beetje heel deuzig werk. En dat vind ik fijner als ik lekker een muziekje op heb staan. Want dan met muziek gaat alles sneller. Nou, die is gemixt. Die was er nog klaar. En die had ik daar nog staan. Dat is die Bright Aqua Green. Maar ik vind Bright Aqua Green eventjes vandaag niet zo leuk. Ik heb liever... Turquoise groen van Amsterdam. Die vind ik, ja, die is net een beetje een ander tintje. Vind ik mooier nu. Voor een keertje. Die had ik hier nog staan, geloof ik. Zit ook niet super veel meer in zo te zien. Had ik daar geen nieuwe van? Ik heb al die grote. Nou, dat is deze dus. Dan ga ik die nog even mixen. En ik heb nog een goud nodig. Want mijn goud was ook op. En dan weet ik nog niet zo goed of ik die nieuwe goud ga gebruiken. Die ik van de week had gekocht. Die staat hier. Ik weet het helemaal niet. Want die lijkt me niet zo heel goud of zo. Deze. Het was van de week met de post gekomen. Goud. Ik kan dan wel eventjes gewoon even kijken hoe die eruit ziet. Maar ja, die lijkt me niet zo heel goud. Of we gaan een beetje mixen. Ja, dat is nog die andere verf. Of we gaan een beetje mixen. Dat kan ik ook wel doen. Gewoon een beetje een mixkleur maken. En dan een heel klein beetje goud. En dan een heel klein beetje van die brons erdoor. Deze. Vind ik ook wel mooi. Mijn camera is echt vies, sorry. Dus deze vind ik leuk. Ik ga gewoon een mixje maken. En als ik dat mix, dan mix ik gewoon hierin. Oh, die kleurtjes doe ik gewoon heel de bakje vol. Een beetje van hier, een beetje tot het bakje vol is. En dan ga ik gewoon normaal mixen. Dan weet ik in ieder geval dat ik gewoon evenveel verf heb. Deze en... Ik denk dan deze erbij. Ja, ik denk gewoon deze ga ik gewoon door elkaar doen. Dan krijg ik een hele mooie kleur goud, denk ik. Kijk, zo ziet het er nou dus uit. Kijk, het bakje hieronder zit die Ara verf, die nieuwe, die... Hier zit het goud, de lichtgoud. Ik heb hem helemaal ingeknipt, hoor. Even lucht eruit. Deze en deze is de brons. En die ga ik dan gewoon hier in... Ja, ik had eigenlijk dit bakje bedacht. Ik hoop dat past. Ja, dit past wel. Dit ga ik dan gewoon hier in doen in het geheel. En daar komen dan twee schepjes vlootrol bij. En dan twee schepjes water. Dus dat ga ik nou even doen. Nou, kijk eens hoe mooi goud het is geworden. Ik heb er nog een heel klein beetje... Ik had nog echt een heel klein restje... Golden gold heb ik er nog bij gedaan. Ja, dat zit nog maar zo'n klein beetje in. En ik heb een heel klein beetje brons nog extra bij gedaan. Want het was echt heel licht. Deze is echt heel erg licht. Dus ja, misschien als ik hier iets met licht goud. Maar ik vind een beetje diep goud ook wel weer mooi. Dus deze is nou klaar. Ik ga hem nog wel een keertje door de zeef doen. Want ik dacht echt klontjes te zien. Dus dan ga ik even voor de zekerheid even door de zeef doen. Better safe than sorry, zeggen we dat maar. Dus dat ga ik nou doen. Maar hij is wel mooi. Mooie kleur. Echt een hele mooie kleur goud. Deze keer geen deco art erin. Want deco art maakt weer andere cellen. En ik heb natuurlijk nu al cellen van de cloud mix. Anders wordt het echt een heel kermis. Nou, ik ga deze even zeven.
Nou, alle verfjes heb ik weer gemixt. Het goud heb ik echt nog een beetje bijgemaakt, want ik vond hem toch een beetje te donker weer. Dus nu heb ik een beetje lichter goud doorgedaan. Dus die is heel mooi geworden. Deze is helemaal vol en deze is echt helemaal vol. En deze is maar ja, half vol, maar ik zie ook nog een beetje bijmaken, weet ik niet zeker. En dit is die cloud mix, zit hierin. Dus dit is allemaal klaar. Alleen het plan is toch een beetje anders geworden. Want ik heb geen tijd meer om daar nog te gaan schilderen. Kijk, het is nu bijna 12 uur en ik heb dus nog maar 2 uur de tijd. En ik wil ook nog de video bewerken. En, nog eventjes heel belangrijk, als ik hier nu een schilderij ga maken, kan ik hem niet meer verhuizen. Dus dan kan ik hem dus gewoon, dan moet hij gewoon een week liggen. Dan moet hij een week hier midden op mijn tafel liggen. Dus, ik ga donderdag ga ik hem maken. Dan is die hopelijk droog. En dan kan hij gewoon daar liggen. Dat is super handig. Dus nu is het gewoon totaal niet handig om nu te gaan verven. Ik heb wel in ieder geval alles voorbereid. Dus donderdag kan ik gewoon zo beginnen. Dus dat is ook fijn. Ja, en ik moet die video ook nog gewoon bewerken. Dus ik ga gewoon nu de video bewerken. Even alles poetsen en alles. En dan laat ik het hier even de boel. Ik moet die nog afspoelen wat daar staat. Dit bakje. Moet ik nog helemaal afspoelen. Dus ik heb eigenlijk nog genoeg te doen. Alleen geen schilderij. Dat is jammer. Maar donderdag ga ik een schilderij maken. En vrijdag heb ik ook heel erg nog de tijd. Dus ik heb nog genoeg tijd om iets te gaan doen. Dus dat. En ik denk dat deze ook al best wel heel ver droog is. Ik zal eens even met mijn ringlamp eens even kijken. Kijk waar die knop zit. Je kan hem wat blind vinden. Op zijn kop niet. Kijk. Nou. Ik heb nog door mijn ringlamp heen schijnen. Ik kan hier zien. Oh hier, kijk. Hier is het nog nat. Oh ja. Nou, een wild stukje is nog nat. Maar ja, de blauw is nog wel nat. Dit blauw is nog nat. Ja, hij is wel heel ver droog. Dat sowieso wel. Dus dat is wel fijn. Hij is wel heel ver droog al. Nog niet helemaal. Dus donderdag is hij sowieso droog. Dus dan kan ik andere projecten gaan starten. Ik denk dat het wel verstandig is om dit even hier te laten liggen. Ik heb deze daar gelegd. Dus ik hoop dat dat ook goed gaat. Want hij... ik neem aan dat die tafel, als hij een beetje schuin is, dat hij daar net zo schuin is als daar. Dus ik hoop dat hij dan mooi opdraagt. Hij blijft echt lang nat. Deze is ook echt nog heel erg nat. Maar ja, ik durf hem dus niet. Ik denk dat ik hem daar op de grond voor de verwarming. Maar dat durf ik ook niet. Want dat is misschien toch net weer een andere... Kijk, hier zie je wel een beetje. Maar dat was dacht ik dat straks voordat ik hem verhuisde ook al hoor. Oh ja, we zullen wel zien. Het is alleen voor die skins hè. Maar ik ga hier echt een sieraad maken die ik zelf ga dragen. Want ik vind het echt heel gaaf. Dus nou ja, goed. Ik ga hier even afsluiten. Ik ga dat opruimen en dan ga ik naar binnen. Voor vandaag even geen atelier meer, helaas. Maar ja, de week is nog lang, dus nog genoeg te zien. Deze rest van deze vlog. Dus niet stoppen met kijken met de vlog, want er is nog... Ik ga nog heel veel doen. Maar niet vandaag. Kijk, hier heb ik even mijn schilderijen weggezet die ik ga vernissen. Er zijn er best wel heel veel. Die zijn allemaal nog niet vernist. Deze kunnen gewoon vernist worden. Er zit geen spraypaint op. En die kunnen dan eventueel verkocht worden of ergens hangen. Of misschien ook dat ik ze thuis ergens ophang. Maar die hoeven allemaal niet meer in deze kast te staan. Mijn kast is zo vol met allemaal schilderijen die af zijn. Die gewoon... kan verkopen. Dus ik heb hier in mijn kast nu gewoon allemaal dingen gelegd waar ik nog mee bezig ben. Die ik nog, waar een vliegje in zit bijvoorbeeld, die ik nog eventjes een rondje op wil maken en zo. En die twee, met die rondjes heb ik even daar gelegd. Dat was ook bezig. Die stonden hier echt heel gevaarlijk hier. En nu staan deze heel gevaarlijk hier. Maar goed, met die roos, ik weet het gewoon nog niet. Er zit gewoon een, ik weet niet, er zit een vliegje in. Er heeft een vliegje in gezeten. Ik weet niet. Misschien ga ik er gewoon nog een keertje overheen. Maar dat is ook wel weer zonde. Want misschien dat mensen hem wel mooi vinden. Dus wie weet ga ik er nog iets met goudverf of goud, bladgoud doen. Dus deze schilderij. Ik pak gewoon elke keer ga ik er 1 of 2 pakken. En die ga ik dan even afwerken en vernissen. Dan kunnen er aan de achterkant de dingetjes aan om het op te hangen. Dus dit is gewoon even afwerkspul. Het zijn er best wel veel. Ik heb ook nog daar de vierkant en die nog. En hier nog kleintjes. Dus het is gewoon even afwerkhoek. Ja, dat klinkt echt heel deuzig. En dit is gewoon ook nog afwerkhoek. Maar dit is nog maak. Bezig zijn hoek. Dus dat. En die hele lange staat hier nog. Want ja, ik weet niet of ik daar. Die is echt heel. Van de action. Dus helemaal krom volgens mij. Dus ik denk dat die ook gewoon weg kan. Nou ja, lekker bezig in ieder geval. En nu ga ik dit opruimen. Dit afwassen. En dan ga ik naar binnen. En doei. Hele goede morgen donderdag. Ik heb een paar uur ateliertijd. Super fijn. Ik heb zojuist deze video afgesloten. Ik heb hem opgenomen. Ik vind hem echt wel gaaf. Best wel heel druk, dat wel. Maar misschien dat mensen ervan houden. Dat kan natuurlijk. Als je denkt van nou, dit is echt gewoon pas perfect in mijn interieur. Nou, tada. Nu ga ik die video even afwerken en uploaden. En daarna ga ik hier nog een nieuw schilderij maken. Dezelfde kleuren. Alleen ga ik daar dan een heel klein beetje turquoise nog bij doen. En wat kobaltblauw.
Dus dan krijg je eigenlijk die. Die kleuren vind ik echt gaaf. Dus die ga ik zo meteen doen, opnemen. Want volgende week moet er natuurlijk weer een nieuwe video online zijn. Dus ik hoop dat het lukt vandaag. Ik weet echt niet hoe lang dat gaat duren om die video nog af te werken en alles. Maar dat komt allemaal goed. Anders heb ik morgen heel de dag nog de tijd om een video op te nemen. Dit is helaas niet gelukt. Ik zal het even voor laten zien waarom het niet gelukt is. Kijk, ik had dus verf afgeschraapt van de tafel. En daar zitten allemaal heel veel rommeltjes in. Zie je dat? Als je dat zo ziet. En nou, was het helemaal droog. Dus dit ga ik gewoon weggooien. Ik kan niets meer mee doen. Dus eigenlijk is het gewoon niet... dat gaat eigenlijk niet. Nee, dat gaat gewoon niet. Of je moet het gewoon op de tafel en dan laten liggen en dan opdrogen. Maar ja, ik weet het niet. Kijk, ze is heel erg gebobbeld. Ze had heel veel rommel zit erin. Dus dat ga ik niet gebruiken. Deze is wel echt super gaaf. Hij droogt een beetje raar, kijk hier. Maar ik denk dat dat nogal plat wordt als hij straks echt helemaal droog is. En anders maar niet. Ik weet niet. Het duurt wel heel lang voor het droog. Dus ik heb vannacht heel de nacht mijn verwarming aan gehad. Maar zie je, het is wel grappig uit dat hij dan... Kun je dat zien als het een beetje relief? Zie je dat? Zie je dat het erop ligt? Ja. Ik ben heel blij. Ik ga echt ik vind dit stukje. Hier ga ik hem voor mijn eigen ketting van maken. Ik dacht, de kobaltblauw vind ik echt heel mooi. Dus daarom ga ik vandaag ook kobaltblauw gebruiken. Ik had van de week al heel veel gemixt. Ik heb alleen van deze niet zo heel veel, maar ik denk genoeg. Alles ligt eigenlijk al een beetje klaar. Ik heb eigenlijk best wel heel erg veel zin in. Maar die video moet eerst online, want het is vandaag donderdag. En ik wil eigenlijk op donderdag... Ik laat even mezelf zien. Ik kan eigenlijk op donderdag altijd gewoon een nieuwe video online hebben. Dus dat ga ik dus nu doen. Het is nu bijna 10:30. Dus het is nog wel redelijk vroeg. Ik moet sporten vandaag om 14:00. Ja, 14:30. Maar om 14:00 gaan we dan daar naartoe. Dus ik heb tot 14:00 de tijd. Dus dat is nog wel eventjes. Dat is wel fijn. Ik ga naar binnen. Ik ga even die video afmaken. Ik heb hem gisteren echt al heel ver afgemaakt. Alleen een stukje wat ik net heb gemaakt. Moet er nog op. Die ringen. Dat is wel gaaf. Dan ben ik in de kikker. Dus dat ga ik doen. Ik had alleen mijn... microfoon weer eens vergeten. Dus dat laatste stukje heb ik hem wel. Het beginstukje niet. Maar ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Ik heb ook dingetjes met mijn telefoon gefilmd. Dus dat is ook niet zo'n heel beste kwaliteit. Nou ja. Ik word nog wel eens... Oh ja, wacht even. Ik had nog wel eens leuks... Ja, ik kan nog wel eens leuks te zeggen eigenlijk. Ik heb gisteren een nieuw logo voor mezelf ontworpen. Ik was er gisteren gewoon een beetje aan de hobby op mijn telefoon. Ik heb een leuk programmaatje voor. Ik kun je een beetje... Canva heet die app. En dan kun je ook gewoon een beetje dingetjes maken. Dat vond ik leuk. Dus ik had mijn eigen logo gemaakt. Ik was echt helemaal happy met mijn logo. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb meteen iemand gemaild voor het maken van zo'n stempel. Weet je wat? Die ik van de week had gemaakt. Zo'n lakstempel. En die gaat dus mijn stempel maken met mijn nieuwe logo. Ik denk dat is toch wel leuk als ik dan echt dat ga doen. Want ik had het even geprobeerd van de week. In de vorige vlog zag je dat. Of is dat? Nee, ik weet niet meer. Ben je op de... Ik weet niet. Was aan deze vlog. Ja, het was volgens mij deze vlog. Dat was volgens mij maandag. En nu vind ik het gewoon leuk om echt met mijn eigen Marlijn Art logo. Dus die andere stempel kan ik gewoon gebruiken voor andere dingen. Of voor de kinderen of whatever. Het was gewoon even om te testen of het überhaupt ging. En het ging. Dus nu heb ik gelijk zo'n lakstempel besteld. Ik zal wel even duren voordat die klaar is. Maar ik vind het echt tof. Mag ik gewoon even zeggen. Ja, en ik ben ook nog steeds bezig met het project van Max. Dit is dan zeg maar... Ja. Het is heel lastig uitleggen, maar eigenlijk de bedoeling is. Het is in ieder geval een soort boekding. Dan moet hij een soort presentatie overhouden. En dat gaat niet met één hand. Dat zie ik ook al wel. Nou, kom hier. 1, 2, op. Ja, nou lukt het wel. Met één hand. Kijk, dit is dus een boek. Het is een robot. Het gaat eigenlijk over componenten op printplaten en zo. Dat vind ik heel interessant. Dus dit is de robot van de buitenkant. En dit is de robot aan de binnenkant. En dit is ook alles wat aan de binnenkant zit van apparaten. Dat is een heel grote printplaat. Dat kun je open doen. En hier zitten dus al die dingen, al die componentjes en ledjes. Wat zijn dit? Weerstandjes, diodes, transistor, condensator, chip, trafo... En een relais. Nou, dat zijn al, die vindt hij super interessant. En dus heeft hij dit. Die heeft hij zelf al geschreven. Super cool. Hier. Ja, dan gaat het echt heel lastig worden. Kijk, hier heb ik van deze dingetjes. Nee, dit niet. Kijk, dit is bijvoorbeeld condensator. Die hoogte. Dus waar zit de condensator hier? Dus dit komt dan straks hier aangeklapt. Hieronder. Dus moet ik even vastmaken. Zo. En dan zit het achter. En hier moet er eens opkomen. En hier komt nog een... tekstje in. Die hebben we al wel klaar. Die moet nog even afgedrukt worden en opgeplakt worden. Dus dat ga ik vandaag doen. Hier moet nog het tekentje opkomen van die condensator. Dus dat is dat dit tekentje volgens mij. Maar dat doe ik dan ook op de voorkant. En nog wat plaatjes erop. En dan gaat dit. Kun je dan zo dicht doen en open doen. We hebben ook nog. Ik heb het ook gekocht. Max een labboek. En aan de binnenkant zie je dan de printplaat. Die houdt deze straks zo vast. Deze robot. Ik heb ook nog van deze dingetjes, van die envelopjes, die komen ook nog. Misschien dat ik die wel hier aan de binnenkant doen met informatie. Ja, echt, dit wordt echt een heel klein.
Oh ja, en hij wilde ook nog in je lichaam wat troepje. Oké, die wilde hij allemaal erin hebben, dat kan natuurlijk niet. Printplaatjes nog. Hij had ook nog zo'n zakje. Waar is dat zakje gebleven? Oh ja, dat beet bijna hier. Hier zit ook nog een printplaatje in. Dus dat komt dan denk ik. Wilde die hier hebben, geloof ik. En hier moet ook wat tekstje komen over printplaten en over schema's. En nou, helemaal prima. Dit is ook van weerstandjes. Dit moet vandaag klaar zijn. Dus daar ga ik nog hard aan werken vandaag. Samen met Max uit school. Maar ik ga zorgen dat in ieder geval voor zover dit allemaal klaar is. Dan kan hij de tekstjes schrijven. En dan kunnen we het opplakken. En dan moet hij daar morgen nog een presentatie over geven. Dus echt, ja, ik hoop dat het goed is. Maar ik vind dit toch gewoon leuk om te doen. Maar ik heb niet zo heel veel tijd. Dus, maar ik ga nu mijn laptop pakken. En dan ga ik aan de gang. Ja, want het is hier echt wel heel veel spullen allemaal. Maar ja, dat komt allemaal goed. Kijk, foto's. Om af en toe te plaatsen en dat soort dingetjes allemaal. Die fix ook hier even kijken. Dus dat. Nou, ligt hier alweer. Nou, ik vind het heel tof mis. Ik heb ook weinig verstand van. Ik ga eerst mijn video afwerken. Daar heb ik wel verstand van. Nou, de Nederlandse video staat online. Net online. Dus het is nu 1:30. Ik kan al vandaag niet meer schilderen. Dat is echt baal. Morgen ook heel erg vrij. Morgen ga ik de schone schilderij maken. Was vandaag de planning. Maar goed, als ik het vandaag had gedaan, had ik morgen niks kunnen doen. Dus ja, maakt ook helemaal niks uit. Dus nu ga ik... Oh, ik heb hier lang zo gezeten op de tafel. Het is 1:55. Ik moet om 1:45 bij mijn moeder zijn. Dus ik ga gauw omkleden, want we gaan sporten. En als ik terugkom, dan moet ik Max helpen met die labboek. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen tijd meer. En maar liefst nog zwemles. Dus het is echt mega druk nog. Dus morgen... Je ziet het morgen. En zo moet natuurlijk ook die Engelse nog online. Maar die is in ieder geval wel klaar. Voor mij staat die al wel erop. Ik zal eens kijken. Oké, want dit was een Nederlandse. En dan kan ik hier zo, als ik hier zo klik, ga ik zo naar mijn andere account. Die. En die staat, als het goed is, staat hij er nog niet. Hij staat er nog niet. Dus ga ik even kijken wat er aan de hand is. Nou, dat was dus het probleem. Hij moest dus nog gerenderd worden. En nu is hij klaar met renderen. Dus nu kan ik hem toevoegen. Dit is mijn Engelse. Ja, maken. Video uploaden. En dan zeg ik hier dit. En dan kies ik hier de... Is het een groot Engels? Ja. Kijk, en dan kan ik hem zo. Dit doe ik allemaal straks. Dit doe ik allemaal straks. Dit doe ik alvast nu. Dat is het makkelijkste. Even kijken. Fluid art. Hardlopen. goed. Nee, is niet voor kinderen. Ja, anders krijg je geen dingen. Goed. Volgende. En volgende. En volgende. En privé. Zo, opslaan. Nou, en dan gaat hij hem nou renderen. Dan kan ik hem helemaal sluiten. En dan komt hij hier te staan. En dit duurt echt heel lang. Kijk, 2%. Maar dit duurt. Straks gaat hij nog. Hij gaat hem 3 keer doen of zo. Hij gaat hem eerst uploaden. En daarna gaat hij hem bewerken naar SD en dan naar HD. Dus als ik straks terugkom van de sporten, is hij klaar. Dus dat is fijn. En dan kan ik hem afwerken. De hoofdstukken maken en zo. En dan kan hij online. Dus dat is top. Dus dit is in ieder geval gedaan. Nu kan ik weg. En dat nog straks. Oh, heb ik het nog druk. Maar ik had gelukkig al wel mijn introotjes opgenomen voor die nieuwe video. Dus ik hoef morgen niet helemaal weer te gaan opmaken en zo voor het intro. Dus morgen kan ik lekker gewoon met thee uit bed. De kinderen naar school. En dan ga ik mijn oude kleren aantrekken. En dan ga ik gewoon lekker starten. Dus ik hoef geen intro's meer te doen. Dus dat is altijd heel fijn. Nou, Jackie, wat lig je toch weer fantastisch. Huh? Lig jij toch weer lekker? Lig jij zo met je pootje? Livie. Wat een jikske gij. Zo ligt hij dus op de bank. Vind je wel fijn, hè? Krimme. Ja, heel lekker. Nou, Max' lapboek is helemaal klaar. Kijk, wat dit is de voorkant. Max' lapboek Max. En hier heb je een telefoon. En dan kun je hem zo openmaken. En dan hebben we hier een dingetje over printplaten. En dan zit hier een kaartje in. En dan kun je aan de achterkant, op de binnenkant, staat nog informatie over de printplaat. En dan hebben we, ik krijg nu zo erin, dat doe ik direct wel. En hier hebben we nog een digitaal dobbelsteen dat we kunnen demonstreren op school. Met een batterijtje eraan en dan ging die aan. Dat op school ook, gaat hij ook demonstreren. En hier een heel klein printplaatje. Hier hebben we alles over componenten. Dat kan zo open. En hier heb je allemaal hoe de printplaat wordt gemaakt. Letjes en dan weer een stukje tekst. En hier zitten de letjes in. En hier hebben we hetzelfde verhaal.
Alles over weerstandjes, alles over diodes, alles over transistors, alles over condensators en alles over chips. En voilà. Maar toch. En dan aan deze kant. Hier hebben we hoe je een printplaat maakt. Die is op een breadboard. En dan ga je hem echt maken. Nou, dat is dan ook weer dicht. En dan hebben we hier nog iets over solderen. En hier zie je dan hoe je moet solderen. Nog een klein stukje soldeertint, soldeerbouten. Nog wat plaatjes om op te vullen. En als je dan alles hebt gedaan, dan kun je aan de achterkant kijken. Want hier heb ik nog een vraag staan. En deze vragen kun je beantwoorden als je alles goed hebt doorgelezen. En hier staan dan alle antwoorden op de vragen. Nou, dit hadden we dus zo gemaakt. Dit is Max. Ik was nog helemaal vergeten deze dag te openen. Het is vandaag vrijdag, atelierdag, ateliertijd. Ja, ik ben begonnen. Ik ben al aan het opnemen. Hij staat nog op het opnemen trouwens. Ik ga deze schilderij. Echt, het gaat echt vandaag fantastisch met mijn Nederlands. Ik ga dit schilderij maken vandaag, een grote, dus ik ben daar best wel zenuwachtig voor. Ik heb net dit al gefilmd, maar ja, dan waarschijnlijk zie je dat hierna. Want ik was vergeten de intro te maken. Gisteren, ik heb echt niet meer gevlogd. Ik was gisteren iets wat chagrijnig. Niet chagrijnig. Ik was heel druk met Max een project en daar heb ik dus af moeten maken. En Max, jullie weten misschien wel, Max heeft autisme. En als hij iets niet leuk vindt, dan vindt hij ook echt iets niet leuk en dan gaat hij het ook echt niet doen. En ik vind het allemaal zo jammer, want ik denk, ik gun hem wel een goed punt voor school. Dus ik heb hem zoveel mogelijk geholpen. Maar ja, Max heeft er dan totaal geen zin in. En dat is best wel lastig. Het is gelukt, het is klaar. Dus hopelijk doet hij op school zijn best voor zijn... Hij moet er ook over een presentatie overgeven, heeft hij niks aan voorbereid. Dus het is... Ja. Dus ja, nou goed. Ik kan er niet meer van maken. Dus gisteren heb ik niet meer gevlogd, want het was alleen maar ruzie. Dat niet. Hij wilde gewoon niet meewerken. Dus dat is gewoon jammer. En ik, dat kan. Kinderen met autisme is lastig soms. Ik weet niet. Ik vind of jullie kinderen met autisme, of mensen kennen met kinderen met autisme, is niet altijd makkelijk. Dus ik heb gisteren niet meer gevlogd. Dat wou ik even zeggen. Nu ga ik hiermee verder. De camera staat al aan. Dus ik ga gewoon beginnen. Ik ga een puddelpoel maken. Het is al bijna 11:30. En wat is er vandaag nog meer? Oh ja, mijn lief die... Heeft vanavond, nou dan had ze, ja, er is een disco op school en ik had eigenlijk gedacht dat ze er niet heen wilde. Maar ze wilde wel heen. En dan heb ik dus helemaal geen leuke kleren worden. Dus dan ga ik heel even met haar eventjes shoppen bij de Sena. Eventjes wat kopen worden, dat is wel leuk. Dus het is echt de eerste keer discofeest, dus dat is wel leuk. Dus dan ga ik misschien, had dat nog wel lukt om dat nog te doen, anders dan trek ik iets uit de kast. Maar het leuke is om eventjes te gaan shoppen samen. Maar ja, tijd en zo. Ik ga gewoon hier verder. Dus we gaan gewoon hier. En als het klaar is, dan laat ik mijn atelier ook de boel. Want ik heb verder geen tijd vandaag. Ik ga mijn camera aanzetten. Die ga ik nou aanzetten. En hij moet nog een beetje hoger. Want ik dacht dat hij wel zo kon staan. Maar dan staat denk ik niet alles erop. Dus dat ga ik even checken. Laat jullie zo zien hoe het mij gaat met dit ding. Nou is hij nog mooi wit. Trek niet meer. Nou, ik ben al begonnen aan mijn schilderij, die ligt hier. Nu ga ik hier in dat boekje wat ik van de week liet zien, in mijn vorige vlog, ga ik even dit kleurenpalet even hierin maken. De driptest. En dan ga ik de kleurtje erbij schrijven. Dat doe ik straks als het droog is. En dan plaats ik hier het schilderij. Deze schilderij, wat ik hiermee heb gemaakt, plaats ik hier. Kleuren erbij en een beetje het recept. En dat dit cloudmix is en hoe ik die gemixt heb. Dus gewoon even alle informatie van dit schilderij komt in dit vakje. Dus dat leek me wel super interessant. Dus ook een tip voor jullie allemaal. Dat je ook straks weet. Hè, ik heb dat schilderij gemaakt. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, en dan kun je dat eventjes opzoeken in je boekje. En hier ga ik even mijn aandacht bij houden. Want ik vind het zonde als het niet lukt. Eén hand, nou ja, boeien. Je kan heel veel met één hand. De laatste tijd. Ze moeten ook niet tegen elkaar komen. Ja, dat het iets te weinig is. Nou, en ik doe zo van licht naar donker.
En dan doe ik op mijn metallic kleuren. Die pimpers, zien jullie dat? Een beetje zenuwachtig. Het is best wel weer een groot schilderij wat ik ga maken zo meteen. Die. En ja, daar ben ik altijd een beetje zenuwachtig voor. En dat is niet erg. Nou, dit zijn alle kleuren. Moet ik wel even zorgen dat het een beetje schoon blijft hier. Dan moet ik nog wegen. Toch moet ik dat boekje omhoog houden. En dat ik soms als... Ik doe even mijn handen. Oh, dit gaat zo handig worden. Nou, het is ook een ateliervloer en dat mag toch onhandig zijn. Oh, net waren ze echt allemaal zo gelijk. Dat zat ik net nog te zeggen in de vlog. Maar hier valt wat minder verf in. Maar goed, ze waren net... Kijk, bewijs. Bewijs. Hier, ze zijn hier allemaal hetzelfde. En hier natuurlijk toch niet. Maar goed, hier kan ik ook allemaal bijschrijven. Cloud mix, blablabla. Dit laat ik even opdrogen en dan kan ik dat straks allemaal erbij schrijven. Dus dat is eventjes voor mijn vlog. Voor mijn vlog. Voor mijn boekje. Zo, kijk hier eens. Dit is gewoon zelf al nog een echt ongaaf schilderij. Maar goed, helaas. Nou, wat ik eigenlijk even wilde laten zien hier. Dat die satin enamels, die zorgen niet echt... Je krijgt wel hier een beetje een andere soort cellen. Je krijgt een beetje een andere soort cellen. Echt, dat wit komt er echt doorheen. Zie je dat? Kijk hier, er komen echt van dit soort celletjes. Dus het is niet echt, je ziet wel eens van die schilderijen met echte parels dat aan de randen heel erg wegbijt. Dat is hier eigenlijk niet, maar het wit komt er wel zo heel leuk doorheen. Je krijgt wel een ander soort cellen als alleen met gewoon witte verf. Maar goed, nu ga ik hem nog even een paar swipejes maken en dan ga ik hem uitstretchen. Echt, hier ben ik dus in het blauw begonnen. Zie je dat? Hier ben ik in het blauw begonnen. Dan krijg je meer blauw wat overgaat naar wit. En hier ben ik in het wit begonnen. En dan heb je meer wit wat overgaat in kleuren. Dus het is net andersom. Dat is ook leuk om te zien. Kijk eens naar deze cellen. Hoe groot die worden. Kijk, hier vind ik het dan... Kijk, dit bedoel ik, het is een beetje gebobbeld. Omdat ik, ja, verkeerd gestretched. Zeg maar. Ik wilde dit hoekje daar... Ik zei het heel met dat touwtje, man, hoor. Dit hoekje hier wilde ik bewaren, maar dat lukte dus niet. Dus ik heb hem eerst een beetje... Ja, ik heb een beetje gewobbeld naar beneden. Dan krijg je een beetje dat. Als je eerst de ene kant dan een beetje naar beneden, dan weer een beetje naar links, een beetje naar rechts. Dan krijg je die hobbels, wobbels erin. Maar goed, dat is... Zo, uiteindelijk heb ik dus daar niet zo heel mooi. En dat is toch niet gelukt. Maar goed. Al met al vind ik hem echt heel gaaf. Vooral deze cel. En die worden echt nog groter, want die zetten we Nederlands gaan denk ik ook nog een werk doen. Alleen daar zit echt zo'n dingetje, maar daar ga ik niet aankomen. Ik weet niet of het viezigheid is of gewoon er doorheen komt. En ja, ik weet het niet. Hier zit ook zo'n dingetje. Ja, daar kun je straks nog met een kwastje nog bijwerken. En ik weet ook niet hoe dit allemaal gaat opdrogen. Dit wordt echt een soort... Ja, wat is het? Ik weet het niet. Heel gaaf in ieder geval. En hier zit er goud. Kijk, hier zit nog een beetje goud tussendoor. En dit is echt heel gaaf. Kijk, hier krijg je weer dat wit. Wit is ook echt gewoon wit. En ik weet ook niet of er nog meer celletjes ontstaan. Dat kan natuurlijk allemaal nog. Dus zo ziet het er nu uit. En misschien dat het over een uur weer helemaal anders is. Maar ik laat deze voor nu drogen en ik laat jullie straks het droger is. Kijk, hier, oh, trouwens, hier, kijk, hier komen nog een beetje die parelcelletjes doorheen. Omdat het daar heel dun is. En dan komen die parelcelletjes erdoor. En zat, ja, hier ook een beetje. Nou ja, dat hoorde ik ook daar nog. Ja, nee, dat is goud. Hij is echt cool. Ja, en ik heb echt geen idee hoe dit gaat opdrogen. Dat gaan we echt voor meemaken. Ik weet het echt niet. Maar ik vind hem echt cool gelukt. Ja, ik vind het gaaf. Kijk. Ik ben gewoon helemaal blij nu. Ja, ik zal niet merken, maar ik ben helemaal moe. Dat kost me zoveel energie, dit. Gewoon net het hele proces en die video opnemen. En, maar goed, ik doe het echt heel graag. Dus ik vind het ook heel leuk om te doen. Alleen ben ik dan nu, als ik dan klaar ben, dan heb ik even niet zoveel te zeggen. Dan ben ik gewoon eventjes een beetje klaar. Dus ik ga even de randjes even nakijken. En de onderkant even kijken, zo met mijn vinger hieronder. Zeg maar, hier zit allemaal nog verf onder. Kun je dat zien als ik dat doe? Kijk, dan kan ik even allemaal afhalen. Hangt er aan die druppels, die trekken die verf nog verder naar beneden. En dan zul je zien dat aan de ene kant alles af.
eruit. En daarna gaat die komen. Want ik moet hem even daar leggen om te drogen. Anders kan ik hier helemaal niet doen. Dus dat ga ik nu eerst doen. Ga ik hem daar leggen. Ik had al geprobeerd. Hij past daar. Dus dat is fijn. Nou, ik vind hem echt gaaf. Ja, ik vind hem echt gaaf. En ik heb best wel veel verf over. Dus ik kan er nog eentje maken. Als het allemaal vies uit die verf. Laat zien. Nou, in de goud zit blauw. In de blauw zit wit. Wat zou er in het wit zitten? Blauw. Nee, ik ben echt. Ik werk altijd heel schoon. Ja, ik weet ook niet hoe het erin komt trouwens. Zou ik zo graag willen weten hoe dat erin komt. Dan zoveel zitten knoeien. Ja, ik heb er zoveel zitten knoeien. Kijk hieronder. Hier. Goed, ik kan het niet bij elkaar schrijven, want er zit allemaal goudverf. Ik heb in ieder geval spraypaint in. Dus dat moet ik gewoon weg. Maar ik heb op zich niet heel veel ernaast hoor. Het is echt. Er zit echt bijna niks. Ik heb niet heel veel verspild deze keer. Dus dat is ook al fijn. Ik ga dit even opruimen en dan ga ik naar binnen. Want het is nu 12 uur. Even lunch. Ik heb ontzettend honger. Ik krijg al heel erg honger van het schilderij. Ik vind hem gaaf. Wat vinden jullie? Ik vind hem echt cool. Nou, dit is dus een beetje wat ik wat het naast ligt. Ja, ik zat er nog aan te denken om van die dingen om te leggen. Maar ja, dan had ik hier toch niet echt heel erg mooie sieraden uit kunnen halen hoor. Ik zie nou niet ergens dat ik denk van nou daar wil ik sieraad van. Het is echt wel flink gemixt op mijn tafel. Ja, hier misschien ook niet. Nee, dat was ook gewoon niet mooi geweest. Nee, dus deze keer. Ik ga dit gewoon in één keer weggooien. Ik heb niet superveel verspeeld. Hier ligt wel wat, maar ook eigenlijk niet zoveel. Kijk, ik zie hier wel dat die celletjes al komen. Zie je dat? Zo mooi. Ja, dit gaat gewoon in de kliko. En dan ga ik het tafel opruimen. Het is 12 uur. Ik ben eigenlijk gewoon klaar mee voor vandaag. Maar ik ga even kijken. Kijk, daar drupt die. Zie je dat aan die kant? Zie je, roeps. Dus ik ga er even in de gaten houden of er aan de andere kant dan ook druppels liggen. Want dan ligt hij wel goed. Anders dan schuift alles naar deze kant af. En dat is ook niet de bedoeling. Dus dan moet ik eventjes daar wat onder leggen. Kijk, daar ligt mijn boekje nog te drogen. Ik kon niks anders kwijt. Alleen die wit die gaat volgens mij wel zo die kant naar het midden van het boekje. Maar goed. Nou, ik ga eventjes sieren opruimen en me schoonmaken. Kijk, mijn handen is niet normaal. Maar goed, ik had net wel echt een superleuk stukje in de video. Dat ik mijn paletmes liet zien. Dat zit echt, dat was echt cool. Maar goed, dat komt wel in een reel. Dat komt ook in deze video straks. Dus gewoon, ik zal deze video... Ik weet niet wanneer die droger is. Ik denk dat het echt lang duurt. Dat is echt heel veel verf erop. Dus ik denk dat die... Het is nou vandaag vrijdag. Ik denk dat die pas donderdag of zo droog zal zijn. Dus ik kan... Ja, ik hoop dat die wel eerder droog is. En dan kan ik hem afwerken. Maar die video ga ik in ieder geval bewerken tot dit moment waar ik nu ben. Ik zal even mezelf laten zien voor gezellig. Dus ik ga nu in ieder geval starten met het beginnen met de video. Dus intro en alles. Dat allemaal tot dit moment. En dan hoef ik dan alleen nog maar volgende week alleen het laatste stukje eraan te plakken. Dat die droog is. Dus dat ga ik doen. En ik heb voor mij mijn telefoon op zijn kop. Zo, ik weet niet. Ja, ben ik klaar mee. Zie je het aan mij? Daar ben ik wel heel blij mee. Dat wel. Ik ga dit even... Oh, dan ga ik hem lopen knoeien. Ik heb dit... Oh. De andere camera. Dit heb ik in mijn handen. En dit gaat gewoon zo, ja, sorry, ja. Ik ben nooit echt van het verspillen, hoor. Maar dit kan ik gewoon niet nog gebruiken. Die spraypaint, dat blijft dan even een soort olielaagje erop liggen. Dus ik heb het al eens een keer gedaan, want dan heb ik het bewaard. En dan, na een paar dagen, dan zie je echt boven allemaal van die spikkeltjes spraypaint. Ja, je zult het misschien nog wel kunnen gebruiken, hoor. Maar dan heb je allemaal van die hele kleine spikkeltjes in je verf. Tada, nou, dat is weg. Dat ligt er nog steeds, ja. Dat laat ik even opdrogen en dan kan ik het eraf scheuren. Ik vind het wel mooi. Die kleuren waren echt mooi bij elkaar. Dus als je ooit iets wil gaan verzinnen. Deze kleuren zijn echt leuk bij elkaar. En zeker ook dat blauw. En ja, dat wordt gewoon heel mooi gemengd. Ja, ik weet niet. Kijk, maar eventjes de vergelijking. Ik wilde dit dus gaan maken. Dit is dus die skin die ik gemaakt heb voor die sieraden. Het is nog steeds niet droog, zie je wel. Het is niet normaal dit. Maar ja, ja, het is nog steeds niet droog. Maar dit wilde ik dus in het groot doen. Nou, het is niet helemaal gelukt. Want ik heb echt heel veel wit hier. Ja, een beetje. Ja, het is gewoon natuurlijk heel anders. Ja, wel cool. Kijk, hier liggen die druppeltjes. Even kijken of de andere kant ook druppeltjes liggen. Kan ik niet zien. Kan ik aan mijn telefoon wel zien? Oh ja, een paar druppeltjes wel, ja. Nee, ik denk dat die wel gewoon goed ligt. Ja, maar je ziet wel iets meer druppels aan de andere kant. Gaat er weer eentje op. Nou, dacht ik dus alles meegenomen te hebben. Kijk, dus mijn boekje. Mijn bakje vergeten waar alle afval in zit. Althans, een visie dingen, maar nou het regent buiten. Nou, trap naar buiten. Fluoriserende sokken hebben we. Wat heb jij nog meer? Deze. Fluoriserende sticks en fluoriserende ringetjes. Nou, we hebben straks een gaaf feest. Ja, en je mag naar het feest toe, maar je hoeft niet. Je hoeft niet naar het feest, maar ze wil wel. Nou, neonmeisje. Laat jou eens zien. Zo.
Je hebt een echt neon hier zo. Kijk, en dan hebben we deze dingetjes. Die gaan we eens even aandoen zo. Zijn dat zo kleine? Ja, dat, nee, die moet je ertussen doen. Dat zijn we niet om ze ertussen aan elkaar te maken. Dus moet je deze zullen we dus gaan doen? Dus moet je deze eraf trekken. Ja. Kijk hier, deze, die. We geven al licht. Neon. Zo, jij geeft helemaal licht, Marlies. Morgen zaterdag en ik ga zo met Max naar zwemles, maar ik wil even heel groot spieken hoe het met mijn schilderij was. Ik zie trouwens dat mijn ding heel vies is, maar goed. Hij ligt hier achter deze deur en ik heb hem echt al nu 24 uur niet gezien. En ik ben benieuwd wat die set en enamels hebben gedaan, dus ik ga even kijken. Het is heel donker in wat hier op mijn gordijn. Laat me even zien. Hoe dat is hier? Kijk, hij is gewoon niks veranderd, gelukkig. Hij ziet er gewoon nog hetzelfde uit, denk ik. Kijk in die cellen. Er komt zelfs nog een beetje goud doorheen of zo. Kijk, en hier zie je hem een heel klein beetje barsten, maar echt maar heel minimaal. Ik denk dat het ook wel zo blijft. Hij is echt cool. Hij is echt gaaf. Kijk, alleen die randjes, ja, dat gaat dan eerder drogen. Dan krijg je een beetje dat. Maar goed, misschien kan ik gewoon lijst omheen doen of zo. Ik weet nog niet. Ik ben heel blij dat hij echt gewoon goed opdroogt. Weinig goud, dat is jammer, maar dat kan ik zo doen. Nu ga ik met Max naar zwemles. Het is 11:30. Dus we hebben echt nog een mega drukke dag. Zal ik het even vertellen wat we gaan doen? Ik heb natuurlijk eerst zwemles, 11:45. En tussendoor moet ik nog even, want ja, wij gaan. Het is morgen palmpaas. Dus we gaan palmpaas stokken maken voor mijn ouders. Die moeten we dus nog maken. En dan moet er een haantje bovenop. Die moet ik even gaan scoren bij de bakker hier in het dorp. En dan hebben we vanmiddag nog... Max moet nog huiswerk maken. Max moet nog leren voor zijn topografie. Morgen is het palmpaasen. En morgen is het race om 5:00 in de ochtend. Dus om 5:00 gaan we race kijken. Daarna gaan we naar de kerk voor de palmpaasen stokken. Daarna gaan we naar mijn moeder. Of naar mijn ouders dan. Ook. En daarna gaat Max met... ja, en dan hoor ik Max naar mijn knieklappen. Shh, Max mag dat nog niet weten. Die staat hiernaast. Ze gaan morgen naar Tech Beach. Dat is een heel groot tech-evenement. En daar komt ook Max en alle favoriete YouTuber, Massimino. En daar gaan ze morgen met z'n tweeën naartoe. Dus ik heb morgenmiddag wel lekker vrij samen met Marlief. Dus kan ik ze iemand heen gaan wat doen. Of eigenlijk niet, kun je dan niet. Morgenmiddag heb ik in ieder geval even alleen Marlief. Dus maar goed, dan weet je dat. Het is een heel druk weekend. Het is weinig ateliertijd. Maar ik ben echt wel heel blij dat deze gewoon goed gedroogd is. En nu ga ik even deze camera schoonmaken, want het is echt heel vies. Oh ja, en ik had nog een heel leuk idee. Zoals je hier kunt zien, gebruik ik altijd blauw in mijn schilderij. En ik ga volgende week een schilderij maken waar geen blauw in zit. Dat is een beetje zo'n challenge. Geen blauw. Dus het lijkt me grappig. Ik heb wel heel veel kleuren ideeën in mijn hoofd, maar dan ga ik even kijken of ik de kleuren heb. En dan ga ik dat mixen en dan ga ik een schilderij maken zonder blauw. Nou, joh, had ik er ook op gedacht, daar zit ook geen blauw in. Maar goed, ik ben wel benieuwd. Je gaat dat proberen. We gaan nu naar zo'n les. Dit is dus de stok van Madelief en er zit nog helemaal niks aan. En die gaan we nou versieren. Joehoe, leeg. De palmpaasen stok van vorig jaar. Nou, toen nog even een beetje mooi Rijn Art erin bewerkt. Grote pedaises. Dus ik ben pas echt aan het knutselen voor de dingen. Wat ben je aan het doen? Dat is er. Ja, die is al klaar. Oh. Eentje. Bijna probeer nog buitenlands te komen, gaat het daar. Dikke problemen,
lintje eraan en het haantje. Hier heb ik een gaatje onderin gemaakt. Ik kom naast je hoed zitten. Komt hier. Nou, gaan we lopen, Madeline. Heb jij helemaal kussentje? Ik kan voorbij lopen. Deze die is van mij. Wauw, kijk eens hoeveel er liggen. Deze is van mij. Wauw. Nou, dat was weer echt een leuke paasviering. En de paasstok hebben we aan mijn ouders gegeven. Daar waren we helemaal blij mee. Dus daar hebben we weer goed gedaan. Nu ben ik even naar mijn atelier gegaan om eventjes sowieso even af te sluiten alvast. Want ik weet nog niet hoeveel ik nog ga doen vandaag. Het is nu 2:15 in de middag. En Max en Mike zijn naar Tech Beach gegaan. Lekker kou laaien daar, denk ik. Ik weet niet. Gelukkig daar hoef ik niet mee. Dus ik ga dat ik hem lief even op de bank een kruidje maken. Even een beetje chillkleding aandoen. En dan ga ik, denk ik, gaan we samen een film kijken of zo. En even een beetje de zondag. Even z'n tweeën. Nou, dit zijn alle poppen. Ja, Amorlief heeft alle poppen aan het dansen, denk ik. Alle poppen aan het dansen. Allemaal. Dit is een optreden. Oh, dus, jij bent aan het optreden voor de poppen? Ja. Dat is het verhaal. Oké, bij ons mag dat gewoon op tafel, zie je wel. Maar ga ik niet hoor. Maar doet ze wel? Ja, maar alleen als het optreden is. Als het optreden is, oké. Ja, dan mag het alleen. Dan mag het alleen. De tafel is ook helemaal leeg, hè, voor de optreden. Nou, wel heel mooi optreden zo. Wat? Wel heel mooi optreden zo. Oh, ja, dat kan ook. Jackie. Hé, hey, Jackie, je bent toch geen hond? Je bent toch geen hondje? Had je een balletje gevonden? Jackie. Zo, wat gaan wij maken? We gaan deze maken. Hopelijk lukt het ermee. Maar nu is het nog... heel dun, ja. Dan gaan we gewoon even wachten. Een beetje roeren nog. Maar, van de week... zijn er nog twee pakketjes gekomen. Deze. En deze. En deze is wel heel erg leuk, denk ik. Maar die ga ik niet meer in deze vlog uitpakken. Die ga ik in de volgende vlog uitpakken. Dus kijk sowieso volgende week naar mijn vlog. Ga ik die pakketjes uitpakken. En ik ga deze ook gelijk testen. Dus dat is ook wel leuk. Ik ga voor nu mijn atelier weer afsluiten. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. En fijne dag. En houdoe.